Geachte mededromers, het is crisis, hè? Tja, het is recessie, we moeten op de kleintjes letten. Die 3%, die halen we niet. Of we hebben nog 2 jaar economische tegenspoed. Hoe vaak moeten we wel niet dit soort droevige woorden aanhoren? Hoe vaak moeten we wel niet dit soort droevige woorden aanhoren van doemdenkers? Afgelopen jaar sprak onze koning op Prinsjesdag over slechte tijden, economische tegenspoed en nog meer werkloosheid. In 1962 sprak John F. Kennedy ook in moeilijke tijden. En in plaats van dat hij sprak over werkloosheid of over een naderende nucleaire oorlog wellicht, sprak hij: "We chose to go to the moon. We chose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because it is easy, but because it is hard. Because that goal will serve to organize and measure our best energies and skills. Because that challenge is one which we are willing to accept and one which we are unwilling to postpone and one which we intend to win. And the others too." En hij sprak dit niet omdat het op dat moment kon, maar omdat hij het wou. Kennedy geloofde in de kracht van zichzelf en in de kracht van het Amerikaanse volk. En waarom kunnen wij vandaag niet geloven in onszelf? Ons inspireren en ons kracht bijzetten om zelfs de moeilijkste uitdagingen aan te pakken en te verslaan, in plaats van te mompelen over economisch slechte tijden. Waarom pakken wij de problemen van 2013 niet aan om van 2014 een prachtig jaar te maken? Want zolang wij slechts erover blijven praten, zou er niks gebeuren. De kracht van de mens zit hem in het bewerkstelligen van zijn dromen. De mens kreeg 2 handen en 2 voeten. En hiermee beliep het de wegen. Het bevaarde de oceanen. Het bevloog de luchtruim en het landde op de maan. Dit kregen zij niet om Sirius elkaar op televisie te zien vermoorden, ijskappen te zien smelten en weer een massa-ontslag aan te horen. En laten we daarom Kennedy volgen en geloven in onszelf en anderen inspireren. Dan durf ik te zeggen: wij kozen ervoor om vrede te vinden. Wij kozen ervoor om vrede te vinden in Mali, Egypte, Syrië en elk ander land, streek of regio waar mensen worden onderdrukt. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is. Omdat dat doel onze grootste energie en vaardigheden zou dienen. Omdat die uitdaging, omdat die uitdaging erin is die wij willen accepteren. Eén die wij niet uitstellen en één die wij van plan zijn te winnen. Niet omdat wij geschiedenis willen schrijven, maar omdat wij geschiedenis moeten schrijven. Dank u wel.